Ik heb een open mountainbike kaart van openmtbmap.org en die wil ik downloaden en installeren op de Mac binnen Basecamp. Wat we primair doen is map download, schuiven naar beneden en ik heb alvast klaarstaan, ga verder naar beneden en ik heb klaarstaan de Luxemburg en ik heb de Nederland heb ik gedownload. Die staan bij mij al op de Apple in de Finder. Klaar. Ik heb de applicatie Keka geïnstalleerd op mijn systeem en het enige wat ik nu hoef te doen is te zeggen dubbelklik en Keka die pakt deze uit. Dat doe ik met de Nederland ook, dubbelklik en die duurt wat langer. Die loopt netjes door en ondertussen kan ik in de Luxemburg kijken. Nu heb ik heel veel hierin staan. Wat ik nu moet doen is alles wat overbodig is weghalen. De plugins heb ik niet nodig. Ik gebruik de command toets en ik laat de images zeker staan en ik klik deze allemaal netjes aan en ik ga naar beneden tot hier. Mapzc laat ik staan. Ik doe command backspace, deze verwijderen, die laat ik staan. Ik ga hier op de X staan, dus ik heb hier een CCCC. Ik druk de shift toets in, ik klik op de laatste, dan krijg ik netjes een lijstselectie, command backspace, verwijderen. Ik heb nu de folder opgeschoond, ik heb nog maar één type bestand, ik heb nog maar één type mapset en ik heb mijn images. Als ik dat binnen Nederland doe, dan heb ik hier de plugins, command backspace, heel veel images, dat gaat goed. Ik klik de eerste onder de images aan en ik ga hier naartoe, shift Command backspace, de X en ik ga uiteindelijk naar deze laatste, Command backspace. Waarom ik die kies, staat ergens in de tekstbestandjes dat dat de beste is voor de moderne toestellen. En dan praat ik over Dakota Oregon GPS Map 62. Ik heb net even gecontroleerd of deze kaarten niet per ongeluk op mijn systeem staan. Dat staan ze niet meer in ieder geval. En het enige wat ik nu hoef te doen is de Luxemburg hier naartoe te slepen en ik zeg converteren en installeren. Wilt u deze kaart op je computer installeren? Ja. Dat doe ik ook voor de Nederland. Sleep ik er naartoe, converteren en installeren. Oké, okay. Die doet er ietsje langer over en die staat nu ook op mijn systeem. Ik kan dat controleren met de GMTK die ik hier heb staan. Ik kies voor de GMTK. Ik doe even een opnieuw lezen. Dus dat is eventjes lezen wat er opnieuw in de schijven staat. Ik schuif naar beneden en ik zie hier tweemaal een OpenMTB staan. Helemaal goed. Nu ga ik Basecamp starten. Basecamp is nu gestart. En zie hier, ik had hem pas er nog wel op staan. Ik heb hier Luxemburg nu staan. Zo'n knop, min. Die staat hier netjes op. Hier in het overzichtskaartje is dat netjes ook te zien. En ik heb nu de Nederland erbij gekregen. Overzichtskaartje. Min. Helemaal goed, we zitten hier in het centrum van Amsterdam. We gaan nog verder naar buiten. En kijk, de kaart van Nederland. Nederland staat er helemaal op als mountainbike. En dat is op zich helemaal goed.